Hij is de drie keer
Jongens, voor de wedstrijd hebben we allemaal gezien dat we zo heel statisch en allemaal in de hoekje liggen. En wat gebeurt er? Precies hetzelfde. Ja. Onderneem dan wat. Ik zie ook wel dat je misschien vastgepakt wordt, maar die scheidsrechter zegt de fluit er heus wel voor. Hier net bij Tim ook, die werd ook weggetrokken. Tim krijgt gewoon een bal mee. Laat zien dat je dan gepakt wordt, maar doe wel iets. Ja. En als je nou hier opkomt met Wessel en Erwin, loop dan dreigend naar die man toe. Die man die verdediger van jou moet naar je toe komen en dan kan je op de midvoor plaatsen. Maar je stopt gewoon op 9 meter. Ja. Dreigend naar die man toe lopen. Komt die man naar je toe, dan plaats je. En jongens, kijk nou ook naar de momenten dat iemand... Wessel! Dramatisch. Hey! Hallo! 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 H
met de bal! Hey jongen, nou gaat het goed. Nou wordt er iets meer geknokt, iets meer geknokt. Nog iets proberen wat zuiverder op de midden voor te plaatsen. En nog ietsje meer sneller aansluiten. Ja, dan wel.